Na de Eerste Wereldoorlog werden diverse landen onafhankelijk van het Russische Rijk, zoals Finland, Estland, Letland, Litouwen en Polen. In deze video ga jij meer leren over waarom Oekraïne er niet in slaagde onafhankelijk te worden na de Eerste Wereldoorlog. Na de Februari-revolutie in het Russische Rijk trad de tsaar af en kwam er een voorlopige regering aan de macht. In de Oekraïnse stad Kyiv werd een Oekraïns parlement opgericht, de Oekraïnse Rada. Deze Rada verklaarde zichzelf nog niet onafhankelijk van het Russische Rijk, maar streefde wel naar meer autonomie, zelfstandigheid binnen het Russische Rijk. Na de Oktoberrevolutie verklaarde de Oekraïnse Rada het land onafhankelijk, de zogeheten Oekraïnse Nationale Republiek, ook al bekend als de Oekraïnse Volksrepubliek, was geboren. Plaatselijke bolsjewieken zetten hun tegenregering op in de Oost-Oekraïnse stad Kharkiv. De Oekraïnse Nationale Republiek werd echter erkend door de centrale mogendheden. En hoewel de bolsjewieken de hoofdstad Kyiv kort daarna veroverden, kwamen de centrale mogendheden al snel te hulp en veroverden zij Oekraïne. De bolsjewieken tekende hierop het vredesverdrag van Brest-Litovsk. Oekraïne stond dus nu onder Duits gezag en de reden waarom de Duitsers en de Oostenrijk-Hongaren dit land wilden bezetten was vanwege de graanvelden, zodat zij hun troepen en bevolking konden voeden. De samenwerking tussen de Duitsers en de Oekraïnse regering verliep moeizaam en daarom installeerden de Duitsers in april 1918 een nieuwe marionettenregering die werd geleid door Pavlo Skoropadsky. In november 1918 werden de centrale mogendheden verslagen en moesten de Duitsers Oekraïne verlaten. De Oekraïnse Nationale Republiek werd opnieuw hersteld en ondertussen werd in het westen van het land de zogeheten West-Oekraïnse Volksrepubliek opgericht in de stad Lviv. Ik wil je alvast waarschuwen dat dit een best ingewikkeld verhaal is, omdat er zoveel verschillende partijen bij zijn betrokken. Laten we eens gaan kijken naar wat er gebeurde na november 1918. De Sovjets, de Bolsjewieken, ook al bekend als de Roden, de Russische communisten, wilden niet dat Oekraïne onafhankelijk werd. Dat had te maken met de graanvelden van het land, maar er waren ook nog dieperliggende redenen, volgens historica Laura Engelstein. De Oekraïnse landen behoorden tot de Slavische kern van het Rijk, met een nauw verweven geschiedenis, een vergelijkbare boerencultuur, dezelfde overheersende orthodoxe religie en een vergelijkbare Slavische taal. Op 12 november 1918, dus één dag na het einde van de Eerste Wereldoorlog, beval leider van de Bolsjewieken Leon Trotsky om het Rode Leger in te zetten Oekraïne te heroveren. De Bolsjewieken wilden namelijk voorkomen dat de Oekraïnse nationalisten, geleid door Simon Petliura, grond zouden innemen. De Oekraïnse nationalisten hadden niet alleen te kampen met de Roden uit het noorden, want ook de Witten, die werden geleid door de tsaristische generaal Anton Denikin en streden tegen de Roden, wilden Oekraïne inlijven in een nieuwe Russische staat. En dan waren er ook nog de Fransen. De Fransen waren deel van een geallieerde interventiemacht die in het zuiden bij Odessa aan wal waren gegaan om de Witten te steunen. En nog de Polen. De Polen kwamen uit het westen en vochten veelal tegen de West-Oekraïnse nationalisten die het gebied van Oost-Galicië claimden, wat de Polen zagen als hun gebied. Het Rode Leger veroverde aan het begin van 1919 de steden Kharkiv, Chernigov en Poltava. Het Rode Leger werd geleid door Vladimir Antonov Ovseenko. Op 16 januari 1919 verklaarden de Oekraïnse nationalisten de oorlog aan Sovjet-Rusland, de oorlog aan de Bolsjewieken, aan de Roden. Tegelijkertijd zochten zij contact met de Fransen die in Odessa waren geland, met het doel om een samenwerkingsverband op te richten. De Fransen wilden daar niets van
weten. De Fransen zeiden dat de Oekraïense nationalisten moesten samenwerken met de Witten. Die werden geleid door Denikin. Denikin had hier weinig zin in, want hij zag de Oekraïense nationalisten als verraderlijke separatisten. Het Oekraïense leger kampte met veel deserties. Sommige troepen liepen over naar de Witten, andere liepen over naar de Roden. Het Rode Leger veroverde Kiev op 5 februari en de Oekraïense regering vluchtte naar Vinnytsia. In maart namen de Roden Nikolajev en Kherson in bezit. Toen de lente aanbrak, arriveerde het Rode Leger aan de poorten van Odessa, waar zo'n 50.000 Fransen, Grieken, Roemenen en pro-witte Russische soldaten waren gelegerd. Op 2 april besloten de Fransen de stad te verlaten. De Fransen hadden weinig zin om te vechten en te sterven in Rusland. Zeker nadat zij al zoveel verliezen hadden geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Roden namen de stad kort daarop in. Zoals de Rode commandant Antonov Ovsenko schreef. Op 6 april werd Odessa ingenomen door het Oekraïense Sovjetleger. De steun van de geallieerde imperialisten in de Zwarte Zee is afgebrokkeld. Lang leven de Sovjetmacht, lang leven de wereldsocialistische revolutie. Er is nog één partij waar ik het over moet hebben. De zogeheten Zwarten. Dit waren de Oekraïense anarchisten. Die werden geleid door Nestor Makhno en die hielden zich op in het zuidoosten van Oekraïne. Nestor Makhno had een leger van zo'n 50.000 soldaten opgericht halverwege 1919. En hoewel zij niet op één lijn zaten met de Bolsjewieken, werkten zij wel samen tegen de Witten. Want de Witten waren in aantocht. Ten zuiden van Moskou veroverden zij op 5 mei de stad Lugansk. En zij rukten verder op. Maar Moskou werd niet alleen aangevallen vanuit het zuiden. Ook vanuit het oosten. Door de witte generaal Kolchak. En vanuit het noorden. Door de generaal Yudenich. In augustus arriveerden de witte troepen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Tegelijkertijd met Oekraïense troepen. Echter, Denikin beval dat deze troepen ogenblikkelijk de hoofdstad moesten verlaten. En nadat dat was gebeurd, voerde Denikin anti-Oekraïnse maatregelen door. Vanzelfsprekend zat een samenwerkingsverband tussen de Witte en de Oekraïnse nationalisten er niet meer in. De Oekraïnse leider Petli Jura sloot wel een wapenstilstand met de Polen. De opmars van Anton Denikin kwam weliswaar tot stilstand. En dit was vanwege de acties van het leger van Nestor Makhno. Op 16 december 1919 veroverde het Rode Leger Kiev voor de 3e keer. Een klein jaar later, in mei 1920, veroverden Oekraïnse en Poolse troepen Kiev. En moesten zich uiteindelijk terugtrekken omdat hun aanvoerroutes te lang waren. En later die zomer veroverde het Rode Leger Kiev voor de 4e keer. Toen de Roden hun tegenstanders hadden uitgeschakeld, vielen zij ook de zwarte legers van Nestor Makhno aan, met wie zij eerder nog hadden samengewerkt. Deze legers werden vervolgens door de Roden vernietigd. Makhno wist nog te ontsnappen naar Roemenië. De Oekraïense nationalist Simon Petli Jura wist te ontsnappen naar Parijs. Daar werd hij echter in 1926 doodgeschoten door een Joodse anarchist. Deze anarchist beschuldigde Petli Jura er namelijk van dat hij te weinig had gedaan om aanvallen op Joodse wijken die volop gebeurden tijdens die Russische burgeroorlog te voorkomen. Want wat waren nu de dieper liggende redenen waarom Oekraïne niet onafhankelijk werd na die Eerste Wereldoorlog? Volgens de historicus Orlando Fikes had dat te maken met het feit dat Oekraïne tijdens die chaotische periode zoveel verschillende regimes zag voorbijkomen. De hoofdstad Kiev zag in de periode 1917 tot 1920 maar liefst 12 regime changes. 2 korte periodes van nationaal bestuur vanuit Kiev, de Rada van maart 1917 tot februari 1918 en het Directoire van december datzelfde jaar tot februari 1919 hadden de Oekraïense boeren geen diep gevoeld nationaal bewustzijn kunnen bijbrengen. Daarvoor stonden ze te ver af van en te vijandig tegenover de steden. Kijk, de meeste mensen in Oekraïne waren boer. En wat voor veel van die boeren belangrijk was, was onafhankelijkheid van het eigen dorp. Nou hadden socialisten uit de Oekraïnse Rada wel geprobeerd om de boeren het abstracte concept van de nazistaat bij te brengen. Alleen bijbehorende actie, hervorming van het land, bleef
uit. En daardoor hadden de Oekraïense boeren niet zoveel zin om te vechten voor de Oekraïense nationalisten. Ook de Bolsjewieken slaagden er tijdens hun eerste twee invasies van Oekraïne niet in om de boeren aan hun kant te krijgen. En zij reageerden met terreur en schoten vele boeren dood. Een gevolg hiervan waren talloze boerenopstanden, waarvan de opstand van Nestor Makhno een van de grootste is. Toen de Bolsjewieken voor een derde keer Oekraïne kwamen binnengemarcheerd, zagen zij in dat zij de Oekraïense boeren beter tegemoet konden komen. En daar slaagden zij ook in. En als gevolg hiervan zagen de boeren veel meer in het regime van de Bolsjewieken. En wist de Oekraïense cultuur op te bloeien in de jaren 20, toen het land herstelde van de Russische burgeroorlog. In de loop van de jaren 20 schakelden scholen en kantoren over op het Oekraïens en werden straat- en winkelnamen in het Oekraïens geschreven, net als Sovjet-documenten en insignes, partijcongressen, kranten en weekbladen. In datzelfde decennium leerden meer Oekraïense kinderen hun landstaal dan in de hele 19e eeuw bij elkaar. De Bolsjewieken slaagden er dus in de Oekraïners aan hun kant te krijgen. Dit kwam echter ten einde toen een nieuwe dictator de macht kreeg in de Sovjet-Unie. Ik heb het hier over Jozef Stalin. En hij voerde opnieuw een genadeloze oorlog tegen de Oekraïners. Als je daar meer over wilt weten, klik dan vooral hier. En als jij meer wilt weten over waarom Oekraïners besloten samen te werken met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, klik dan hier. Voor nu, dank ik je voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Ga vooral ook naar mijn Engelse kanaal. En tot de volgende keer.